superleuk dat jullie een unicorn taart gaan maken. En in deze film ga ik jullie stap voor stap laten zien hoe je dat moet doen. We gaan er eerst het biscuit opensnijden. Dan gaan we hem vullen, afsmeren. Dan gaan we het fondant eroverheen rollen, de horen maken en de oortjes. En het is makkelijk als je even klaarzet wat je allemaal nodig hebt. Dan kun je dadelijk lekker verder werken. In ieder geval heb je iets van vulling nodig, dus jam of chocoladepasta of vers fruit zoals banaan of verse aardbeien, net wat je lekker vindt. Natuurlijk een roller, een schaar, iets van water met een schoon kwastje, een broodmes of een taartzaag, een lepel en dan gewoon een smeermes. En natuurlijk het pakket waar alles in zit. Ik ga beginnen om deze biscuit in twee lagen door te snijden, want het is een extra hoog biscuit. En als je een taartzaag hebt, die we gebruiken normaal ook in de workshops, dan kun je die natuurlijk gebruiken. Als je die niet hebt, kun je het gewoon met een broodmes doen. Dat ga ik nou ook even doen. Je moet even goed kijken dat je hem dus in twee lagen kunt snijden. Dus één. En dan, ja, het voordeel van een taartzaag is dat hij net wat strakkere lagen in kunt krijgen, maar dat maakt verder niet uit. Dan zetten we het biscuit in het midden van het goudkartonnetje neer. En dan pak ik de eerste twee lagen, die pak ik eraf. Dan hebben jullie allemaal een zakje botercrème erin zitten. Dan knippen we een klein puntje vanaf, dus niet al te groot, maar een klein puntje. En die moet zo goed zacht zijn. Als die niet zacht genoeg is, moet je hem even 10 tellen in de magnetron leggen. Want dat werkt anders niet fijn. En dan gaan we eerst even een dijkje maken. En dan komt dadelijk in het midden de vulling. En dat dijkje zorgt ervoor dat die vulling gewoon op zijn plek blijft. Ik pak even jam, maar nogmaals, je kunt ook chocoladepasta pakken of speculoos. Vers fruit is ook altijd lekker. En dan even goed uitsmeren. Ze gaan ze lekker royaal vullen. Zo. En dan gaat de tweede laag erop. Dan zie je dat hij hier een beetje schuin is gesneden. Dus dan moet ik hem goed terugstapelen. De hoge kant moet dan aan deze kant, anders gaat hij dadelijk helemaal scheef. Dan ga ik hier weer een dun dijkje maken. En dan kun je eventueel kiezen om hier een andere vulling in te doen. Maar ik pak gewoon even jam. Nou, en als je hem goed vult, dan zie je dan wordt hij al meteen ook iets hoger. En dat is wel leuk bij deze unicorn cake. Nou, er was heel veel vraag naar of we daar ook een do-it-yourself video van wilden maken. Dus we hebben toch besloten om deze ook nog even te maken. Deze gaat er weer bovenop. Dan druk ik hem even een klein beetje aan. Dan kijk ik even of hij recht staat. Nou, hier staat hij iets hoger als hier. Dus dan druk ik hier aan deze kant nog een beetje. En dan ga ik hem afsmeren. Er hoeft geen hele dikke laag, het is puur dat we dit mooi strak krijgen, zodat het fondant er dadelijk mooi overheen gaat. Ik spuit er gewoon een beetje bovenop, maar het is voor de zijkant. Als je een draaiplaat zo thuis hebt, kun je die rustig gebruiken. Dat werkt net wel makkelijker. Maar omdat ik denk dat veel mensen die niet hebben, ga ik het ook even zonder doen. Kijk, je ziet, je zet je mes haaks. En dan smeer je eigenlijk je cake in met de botercrème. En dat zorgt er straks voor dat je fondant mooi strak om je biscuit heen komt. We hebben nog een klein beetje botercrème nodig om de oortjes straks vast te zetten. Dus je moet het spuitzakje niet helemaal leegmaken. Maar ik doe altijd ruim voldoende erin, dus dat komt vast goed. En zo zie je dat je hem dan mooi helemaal insmeert met de botercrème. Doe er even een beetje bovenop, dat vind ik makkelijker. En zo smeren we hem helemaal rondom in.
En dan gaat hij dadelijk ongeveer een kwartiertje in de koeling. Dan wordt deze botercrème hard. En dan krijg je het fondant er weer net iets strakker overheen. Als je nog over hebt, kun je een klein beetje aan de bovenkant doen. Niet te veel aan de bovenkant, want anders krijg je bobbels onder je fondant. Dus echt, ja, sommige mensen die willen dan dit heel royaal met botercrème aan de bovenkant doen, maar dat moet je echt niet doen, want dan krijg je dus bobbeltjes. Nou, ik ga dit even in de koelkast zetten en dan gaan we verder met het fondant uitrollen. We gaan het fondant uitrollen terwijl het biscuit in de koeling staat. Ik doe altijd een klein beetje poedersuiker eronder, maar je kan ook bloem of maizena gebruiken. En dat doen we eigenlijk zodat het fondant niet aan je placemat blijft plakken. Klein beetje. Dan pakken we natuurlijk de grote bol fondant. En die moeten we uitrollen tot ongeveer 28 centimeter. Je hoeft hem niet om te draaien, maar je moet wel af en toe een beetje zo blijven draaien. Want hij moet natuurlijk rond worden en hij moet goed los blijven van je placemat. Anders krijgen we hem straks niet eraf. Dus je rolt en je draait. Je rolt. En je draait. Dus je hoeft hem niet om te draaien. Deze plak fondant is nu groot genoeg om over het biscuit heen te leggen. Ongeveer 29 centimeter. Nou, dat is ruim voldoende. Als je ergens een luchtbelletje hebt, kun je gewoon met een klein prikkertje, ik had er net één, kun je hem even inprikken en dan rol je er een keertje overheen. Dan is je luchtbelletje weg. Ik doe altijd hem gewoon op de roller leggen. Pak ik hem voorzichtig op. En dan even goed meten dat hij er goed overheen ligt. Want als je nauwer afrolt, dan hou je hier dadelijk een stuk cake over. Dus je moet hem echt ver genoeg eroverheen leggen. En dan is het belangrijk dat je de plooien van de taart aftrekt. Dus dit gaan we naar die kant schuiven. En dan doe je eigenlijk zo met je hand er tegenaan. Want als je hier nou zo naar beneden doet, dan heb je dus echt een plooi in je taart. En het is in ieder geval, ja, we gaan echt proberen om hem zo glad mogelijk er tegenaan te zetten. Kijk, hier heb ik ook een plooi. Pak ik het eigenlijk even op. En dan werk je van boven naar beneden steeds een stukje verder. Dus eerst zet je hem tot de helft er tegenaan. En dit een wat hoger taartje is, moet je het eigenlijk in twee stapjes doen. En dan werk je verder naar onderen. Als je een smoother hebt, dus een fondant strijkijzer, dan kan je die ook nog even gebruiken om hem zo wat gladder te maken. En anders kan je het gewoon nog even zo met je handen doen. Dan heb ik hem eerst helemaal zo een beetje slordig afgesneden. En dan ga ik hem dadelijk netjes afsnijden. Dus precies op de rand. Ik ga er nog een rand omheen maken, maar snij je eigenlijk die stukjes fondant eraf. Dat kan gewoon met een aardappelschilmesje of met een pizzasnijder. Vinden sommige mensen ook fijn. Iedereen heeft altijd zijn eigen tactieken om het te doen. Zo. Nou, dan kijk je even wat de mooiste kant is en die ga je voorzetten. Dus dit is mijn mooiste kant van mijn taart. Dus die zet ik eventjes zo. Dus dan gaan we vanaf hier decoreren. Ik ga eerst even rand nog om de taart heen maken, een onderrand. Vind ik gewoon leuk om er nog een kleurtje op te zetten en dan is die ook meteen mooi afgewerkt. Ik pak daar even paars voor. Altijd eerst even goed doorkneden. En dan maken we even een worstje voor degenen die de paastaart workshop hebben gedaan. Die weet het misschien nog wel. En die rol ik dan uit. Als het fondant plakt, en vooral als het warm weer is, kun je er altijd een beetje poedersuiker onder doen of een beetje aan je handen. Dan plakt het wat minder.
Nou, rol ik dan zodat ik een grote plak heb waar ik dadelijk een reepje van kan maken. Ik kan er ook voor kiezen om gewoon een satijnlintje erom te doen. Dat heb ik bijvoorbeeld bij die hier ook gedaan. Dan heb ik gewoon een satijnlintje erom gedaan. Maar ik vind het nou wel leuk om een lintje van fondant eromheen te maken. Zo, dan heb ik in ieder geval een recht stukje. Dan heb ik hier een liniaal. En dan zet ik hem gewoon even zo erin. En hoef niet al te hoog. Dus even zo erin. Dan snij ik hem hier even af. En dan zul je dan twee keer moeten doen om hem helemaal rondom te kunnen plakken. Zo. Die leg ik even zo neer. Dan pak ik mijn taartje. Doe ik er een klein beetje water op. Hoeft echt maar een heel klein beetje, gewoon dat het plakt. En dan plak ik die er zo tegenaan. Ja, en dan zou je het dus nog een keer moeten doen. En dan kun je op de naden met je bloemetjes uitsteken die ook in je pakket zit. Kan je een mooi bloemetje pakken. Zorg dat hij een beetje naar beneden is. Zo. Ja, ik doe hem nou even half rond. Het is maar voor het idee. Dan ga ik de horen maken. Van het witte fondant pak je een bolletje. Ja, van ongeveer 80 gram. Hoeft niet te groot, want ja, dan krijg je een hele zware horen. Nou, dit is nogal redelijk. Zo, ik denk dat dit ongeveer, ja, dit is 80 gram, zo groot moet zijn. Daar gaan we de horen van maken. Even goed doorkneden. En dan heb je hier prikker nodig. Dit deel komt in de taart en we gaan hem dadelijk dus vanaf hier opdraaien. En het is dus belangrijk dat de punt dadelijk in je taart komt. Nou, vanaf dus nogmaals even goed doorkneden. En dan gaan we een worstje maken wat steeds spitser wordt. Dus ik ga gewoon eigenlijk gewoon zo rollen. Het mag best wel groter, want anders heb je een hele kleine horen, dat is ook niet leuk. Kijk, hieronder wordt hij wat dikker en hier wordt hij wat smaller. Nou, komt zoiets. Een klein beetje dubbel maken hier. En dan ga ik dit stuk dus dadelijk voor de taart bewaren en dan ga ik hem vanaf hier rollen. En dan draai je hem gewoon eigenlijk om die prikker heen. Zo. Ik heb ook goudverf meegegeven in het pakketje. Dit is echt poeder, dus gewoon eetbaar. Dan moet je even aanmengen met een beetje water. Ik ga het even laten zien. En dan is het handig als je het even op een bakpapiertje legt. Anders zit er op je zeil ook allemaal goudpoeder. Dus dit leg ik even hierop. Dit is dus het poeder. En dan gaan we aanmaken met water. Maar je moet er niet te veel water bij doen. Want anders dan ja, wordt het te dun. Ik kan eigenlijk beter een theelepeltje pakken. Ik zal het even laten zien. Het moet een beetje vloeibaar zijn, maar niet te dun. En je ziet het eigenlijk vanzelf wel. Even roeren. En het is gewoon eetbaar. Als je nog meer water bij doet, dan wordt hij echt te dun en dan verft hij niet meer fijn. En dan met een schoon kwastje, of eventueel met je vingers, ga je dus die horen mooi goud verven. Zo, je kunt hem dadelijk als hij in de taart staat altijd nog bijtippen hoor. Ik doe nou even wat sneller. Ik zie hier nog wel witte plekjes, maar die tip ik dadelijk wel bij. Dan zet je hem iets naar achteren in je taart. En dan hiervoor komen namelijk de oortjes.
Zo. Even laten zien. Voor de oortjes heb je twee hartjes uitstekers nodig. En als je die niet hebt, kan je gewoon deze hartjes die ik erbij heb gedaan gebruiken. En twee verschillende kleurtjes fondant. Dus ik heb hier roze en geel gebruikt. Maar dat is maar net welke kleuren je hebt doorgegeven. Ik ga het even voordoen. Het fondant een beetje dun uitrollen. En dan leg je dit erop. Oh, hier heb ik de kleine gebruikt, dus dan zou je deze erop moeten leggen. En dan met een aardappelschilmesje snij je hem zo helemaal uit. Ik ga het even met een uitstekertje doen. Dat werkt net even wat sneller. Maar het kan dus ook heel goed met dat papieren mannetje. Als er raafjes aan zitten, kun je die gewoon zo met je hand een beetje bijwerken. Ik ga ook nog even de gele uitrollen. Dan leg je dus deze erop. En dan met je aardappelschilmesje kan je hem gewoon zo uitsnijden. Ik gebruik ook even een uitsteker, dat werkt even iets sneller. Zo. Ook hier kun je de raafjes zo met je hand zo een beetje bijwerken. Dan is het belangrijk dat je het met een klein beetje water vastplakt. En dat je hem aan de onderkant vastzet, zodat je aan allebei de randen hier nog een randje hebt. Dus niet aan de bovenkant, maar je plakt ze eigenlijk aan de onderkant tegen elkaar. Totdat je dit hebt. En dan doe ik hier nog een beetje water. En dan vouw ik ze zo tegen elkaar aan. Dan hebben we dus twee oortjes. Als het goed is, heb je dan nog een beetje botercrème over. Die spuit je erop en dan kan je deze er zo opzetten. Je kunt de oortje dus vastzetten met een klein beetje botercrème. En als die toch op was, kan je ook een beetje water gebruiken. Mochten ze omvallen, zet je gewoon twee prikkertjes erachter. En die kun je dan na een uurtje rustig weghalen. Maar dan heeft hij even toch een uurtje zo kunnen steunen. En wat ook helpt, dus kijk, deze zak nou een beetje in, is als je hem gewoon eventjes een half uurtje dan even eraf haalt en eventjes laat liggen. Dan droogt hij een klein beetje aan, dan wordt hij iets harder en dan blijft hij makkelijker zo staan. Dus dat zijn tips om hem dan toch heel eventjes te laten liggen of even een prikkertje erachter te zetten. Voor de oogjes heb je zwarte fondant nodig. Of ja, als je zegt ik wil roze oogjes, kan dat natuurlijk ook. En dan rol je gewoon eigenlijk een heel klein dun worstje, noem ik het maar even. Deze is een beetje te groot. Ik vind het zelf wel mooier als ze niet al te groot zijn, maar ja, als je dat wel leuk vindt, dan moet je dat natuurlijk doen. En die vouw je dan eigenlijk een beetje zo neer. Dan kun je nog even twee kleine wimpertjes geven als je dat leuk vindt. Dus dan rol je nog kleine stukjes fondant. En die zet je dan met een beetje water er zo tegenaan. En dan plak je ze eigenlijk ook met een beetje water. Ik doe het even op de gok. Plak je ze vast. Kijk, ik heb ze even zo met water, een klein beetje water er tegenaan geplakt. En nogmaals, niet te veel, want zwart, ja, dat vlekt altijd heel erg. En zeker op de wit, hè, dan is het niet mooi als je straks meer een Zorro unicorn taart hebt gekregen. Dat zal vast niet de bedoeling zijn. Dan hebben jullie allemaal in je pakket twee uitstekertjes zitten. Wat je dan doet, is gewoon fondant een beetje dun uitrollen. Ik zal het nog heel even voordoen. Je rolt het dun uit en je draait hem eigenlijk uit en dan op het knopje drukken en dan komt hij eruit. En dan kun je van de andere kleuren fondant een klein bolletje draaien die je er dan zo nog in doet. En dan kun je dus hiervoor nog allemaal bloemetjes leggen. Of misschien vind je het leuk om op de zijkant nog wat bloemetjes te leggen. Of sommigen vinden het misschien leuk om hier nog allemaal bloemetjes door te trekken.
En zo ga je hem eigenlijk helemaal afmaken. Ja, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En als je vragen hebt, kan je natuurlijk altijd even bellen of mailen. Ik vind het sowieso altijd leuk om een foto te ontvangen, zodat ze kan zien wat je ervan hebt gemaakt. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. En mocht je in de vakantie nog iets van unicorn willen maken, we hebben ook nog kussenpakketten, snoeppotten en unicornlampjes. Dus dat kan ook altijd. Nou, dan zou ik zeggen heel veel plezier en alvast eet smakelijk. Doei!